Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms lijkt er deze week wel een vriendschap te ontstaan. En soms lijkt er deze week absoluut geen vriendschap te ontstaan. Ik ga echt niet helpen. Oh my god, ik word niet goed. Maar altijd komt het goed. Hey. Hey, en deze week is daar Freek. En Freek, jij bent boos, hè? Ja. Op wie? Op Erwin, jij. Vandaag. Een pro-muzikant wordt geboekt voor een feestje, stuurt een factuur, krijgt niet betaald. En zo simpel kan het soms zijn. Met in de hoofdrol een man met zowel een slachtoffermentaliteit als een Robin Hood-complex. Lieve vrienden, daar gaan we. Oké. Van harte. Van harte. Met deze uitzending, waar slaat het nou op? Jij hebt mijn hand. Is ook zo. Freek. Ja. Hallo, jij bent boos. Ja, klopt. Ja. We hebben een ontzettende lul te pakken deze week. Zeg dat wel, ja. Ja. Laten we gelijk maar losbranden. Wat is er aan de hand? Nou, ik heb op Koningsdag bij een of andere lul in zijn woonkamer op een feest gespeeld. Ja. Hij wilde namelijk een live band en nou, we hebben daar afspraken over gemaakt. We hebben uiteindelijk dat concert gedaan. Ja, dus jij zit in de band. Ja. Jij werd geboekt voor Koningsdag door een man. Ja. Kom liedjes spelen. Dit is inmiddels een half jaar geleden ongeveer. En sindsdien zijn er heel veel excuses gevolgd, maar geen betalingen. Hoeveel geld gaat het om? Nou, het totaalbedrag was €1.308, inclusief BTW. Ja. Daar heeft hij uiteindelijk ongeveer de helft van betaald. Dat dan wel? Dat dan wel, want dat komt blijkbaar in één keer. Dus heb ik het incassobureau op hem gezet. Want ja, ik dacht, ja, ik weet nu wat ik verder nog moet doen. Wat zegt die Erwin dan? Eerst was het zijn vrienden betalen hem niet, want die zijn veel op reis. Ja. Toen kreeg ik dingen als van je moet niet klagen, want je krijgt hartstikke goed betaald. En ik ben zelf ook pro-muzikant geweest en dat soort bullshit. Waarop ik ook zei van, nou, dat weet niet waarom dat relevant is, maar veel, ja, gefeliciteerd. Ja. En vervolgens... Heel gaaf. Heel ja, gaaf, super vet, weet je wel. En, wat dacht je dan? Je bent pro-muzikant, ik ben dat ook geweest. Dan moet je gewoon vaak wachten op je geld. Ja, en hij gooit het allemaal shit van, ja, en ik doe ook klussen voor de, weet ik veel, de NS of de KLM of zo. En dan wacht ik ook wel eens een half jaar op mijn geld. En denk, ja, pik, kan mij geen reet schelen, weet je wel. Wij hebben gewoon een afspraak gemaakt. Op mijn factuur staat gewoon, je moet binnen 14 dagen betalen. En ja. Dat doe je niet. Toen ben ik hem gewoon eigenlijk, ja, gewoon non-stop gaan bellen. Dus toen heeft hij me uiteindelijk overal geblokt. Ook nog, ja. Ook nog, ja. Ja, super vette move. Dus toen heb ik hoe heet het, s'avonds met gaaf, een... Ja, echt stoer ook. En toen heb ik s'avonds met de telefoon van een vriendin heb ik geprobeerd te bellen. En ja, die ging in één keer nog wel over. Dus toen heb ik hem ook geëffen van, ja, luister Pik, ik weet niet precies wat je plan is, maar ik weet wel dat je me hebt geblokkeerd. En ja, je kan ook gewoon het geld overmaken. Toen kreeg ik hem een aantal weken terug eindelijk aan de telefoon. En toen had hij weer een heel ander excuus. Hij had dure tijden gehad. Hij had namelijk net een boot gekocht. Waarop ik stond echt te koken, maar ja, wederom heb ik me gewoon redelijk koken geprobeerd te houden. Ja, toen zei ik tegen van, ja oké, maar kunnen we dan afspreken dat als je niet lukt om dat via die BV door te sluizen, dat je het dan in ieder geval eind van de week vanaf je privérekening gewoon overmaakt. Ja, het was dan wel veel geld, maar dat zou hij wel doen. Maar en hoeveel is dat veel geld dan? Het bedrag wat nog overstaat van die factuur is €660. Ja. Wat natuurlijk in bootconcepten helemaal niet veel geld is. Nee, maar als je naar mijn huur toevallig kijkt, in Oud-Zuid bij van boten. Ja, je komt niet ver met zo'n huis met €660. Maar ja, kijk, mijn sociale huurwoning kan ik daar gewoon wel een maand van betalen. Ja, weet je wel. Ja, dus voor ja, mij is dat gewoon een heel ander bedrag. Het is een principe kwestie geworden natuurlijk. Ja. Want ja, het is gewoon, ik vind dat het veel, veel groter is, want als je gewoon geld hebt, kom je met dit soort shit weg. Nou, dat is het punt. Ja. Wij zaten op de redactie. Ja. En dat moeten we toch even melden. Wij zijn natuurlijk boos. Een programma, we zijn ook wat groter geworden. We doen wat grotere zaken tegenwoordig. Zou je wel eens opgevallen zijn, want we horen nog wel eens gaan schoon boeven vangen weer, ouderwets. Ja. Maar we willen dit toch graag maken, want dit gaat namelijk over een verschil in machtsverhouding, namelijk rijke man met een boot huurt muzikant uit een sociale huurwoning die gewoon €600 nog, of nou, tenminste inmiddels 900, bijna 1000 euro van hem krijgt. En dat is ook wel een particulier en het is geen oorlogsmisdadiger en het is allemaal op papier niet zo erg. Maar het is hier gewoon wat jij zegt, als je rijk bent, kom je hier gewoon mee weg. Dat is, iets in mij vertelt me. Dat ik hem niet zo'n leuke guy vind. Ik denk dat je hem niet gaat mogen. Nee, het dat idee heb ik ook. Ja, ik weet niet precies wat zijn probleem is. Maar ik weet al, nou ja, hij is het probleem, obviously. Maar goed. Ja, dat is het probleem. Ja. Oké, dus wat jij nu wil is die €986,30 terug. Ja, die wil ik hebben. Ja, dat is het gewoon. En dat is een principe kwestie en dat snappen wij ook. Ja. Nou, laten we dat maar eens gaan doen dan. Ja, toch? Ja. We doen het graag. Ja. Voorwaarts, daar gaan we. Zin in.
Goed, Erwin betaalt Freek dus al niet sinds Koningsdag voor zijn geleverde werk. En kwam de afgelopen maanden met allerlei smoesjes. Hij was bijvoorbeeld net terug van vakantie, de vrienden van wie de betaling moest komen zaten in het buitenland. En het geld moest uiteindelijk toch via een BV worden doorgesluist. En toen kon dat toch weer niet. Nou, Erwin maakte uiteindelijk de helft over, maar vergat daarbij ook nog even de BTW. Nou, Freek deed nog een paar pogingen het hele bedrag terug te krijgen. Hij schakelde bijvoorbeeld een incassobureau in, wat uiteindelijk nergens op uitliep. En hij benaderde ook een vriend van Erwin, namelijk degene bij wie het Koningsdagsfeestje had plaatsgevonden. En begon daarnaast Erwin ook veelvuldig te bellen. Dit vond Erwin niet heel leuk. Freek moest het vooral allemaal snappen en dankbaar zijn. Wachten op de factuur hoort er volgens Erwin nou eenmaal bij. Hij was zelf namelijk ook pro-muzikant geweest. En eigenlijk was de afgesproken prijs sowieso al te hoog. Juist, dat zijn een hoop praatjes voor een volwassen man die een stel geboekte muzikanten al sinds eind april niet volledig uitbetaalt. En dus, tijd om het resterende bedrag plus de gemaakte incassokosten nog maar eens op te halen. En dat is €986,30 in totaal. En dat moet nou eenmaal, want zonder ons lukt het blijkbaar niet. Ja, omdat Erwin de factuur eerst via een BV wilde uitbetalen, wat technisch gezien trouwens de belastingdienst naaien is als je een privéfeestje op de zaak betaalt, gaan we eerst een aantal van zijn werkadressen af. Welke bel moet ik dan hebben? Is alle twee maar ingedrukt? Ja. Oh. Hi, wij zijn op zoek naar Erwin van... Op de website staat dat hier het bedrijf zit. Er zijn echt maar twee of drie mensen die hier eigenlijk zitten. Oké. Ik denk dat we ook wel weten waar we jullie komen. Ja, dit heb ik wel van mijn baas meegekregen. Ja. Wat dan? Ik zeg niks. Op verzoek van deze mevrouw zenden we dus niet uit wat zij weet, maar het komt erop neer dat Erwin van dit adres opeens verdwenen is. Oké, we gaan naar het volgende adres. Ja. Oh, dat is daar. Ja. Is het allemaal lopable? Ja. Meen je dat nou? Weer 10 minuutjes. Echt? Ja. En dus op naar het volgende adres. Een soort safari zonder jachtvergunning. Eigenlijk zijn we vandaag een soort incassobureau. Ja. Even kijken hoor. Nee. Ik ook niet. We kunnen ook bellen naar hun kantoor en vragen waar ze zitten. Er zijn ook 3 bordjes niet op. Ja, zullen we dat even doen? Even bellen naar het kantoor? Ja. Dat we een pakketje hebben. Je bent van Wesp. Van UPC en dan een pakketje. Oké. UPS. UPS, ja. UPC kan ook. Ik heb hier uw internet. Ik heb hier 1 wifi. Ik ben gewoon van de PostNL, want anders ga ik iets raars doen, denk ik. Oké. Okay. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Je spreekt met Emma van PostNL. Ik heb een pakketje, alleen ik zie hier jullie bedrijfsnaam niet staan. Kan het kloppen? Oh, ik kom al even naar de deur. Ogenblikje. Oké. Okay. Het is wel zielig. Oh, gewoon kut, sorry. Ja. Arme vrouw weet niks. Hi. Hoi. Hallo, wij zijn op zoek naar Erwin. Ja, die heeft hier alleen een postadres. Oh, echt? Ja. Maar is hij niet onderdeel van... Ja, dat is hij wel. Maar zij huren hier zeg maar alleen een postadres. Dus hij heeft hier geen fysiek kantoor. Oh, weet je ook niet waar dat wel is? Nee. Wat een zoektocht is deze man, joh. Oh, is hij er wel eens? Hij komt wel eens post ophalen, ja. Oké, okay. Weet je welke dagen? Geen vaste dagen. Nee? Oké, okay. Nee, dan ben ik even voldoende. Dankjewel. Succes. Fijne dag. Doei, doei. Weer een postadres. Waarom? Waarom willen ze nou met 3 BV's op 1 postadres? Ja, wij weten het ook niet. Maar opmerkelijk is het wel. We proberen het bij nog een van de adressen gelinkt aan zijn bedrijf, maar ook daar horen we... Ja, want het kan zijn dat het een kleine company is hier binnen het bedrijf, maar dat hij niet bij mij erin staat. Dat is goed, wij gaan hem buiten even staan. Ja, prima. Okay, hey, dankjewel hè. We hebben nu 3 bedrijven gehad. Dat vind ik fors. Hopen dat hij niet op zijn boot aan het varen is. Ja, op die mooie boot van hem, ja. En dus dan maar een laatste poging. Via, via, via hebben wij gehoord waar Erwin zou wonen. Oh ja, was pro-muzikant, hè? Ja. Oké, wacht even. Even. We zijn nu... Nee, wacht even. We zijn bij 3 bedrijven geweest. 2 lege postbussen en die derde weet ze het niet. Nee.
Dus dat is al raar. Ja. Daar waar dat factuurtje heen moest. Ja. Dan zou die muzikant geweest zijn. Hij zou een BMW rijden. En hij zou een boot hebben. Ja. Met alle respect, maar we staan hier in een buurt waar ik denk... Ja, het verschilt niet boot. Het verschilt niet boot en BMW. Het is gewoon een beetje... Misschien is hij gewoon heel bescheiden. Ja, ik heb het idee dat hij gewoon veel lult. Ja. Want ja, de praatjes tegen jou, smoesje, mijn vrienden zijn in het buitenland... en dan is het weer de factuur en dat hij de belastingdienst op zijn flikker krijgt. Dat is ook niet waar. Ik zit net even te kijken, dat valt allemaal best wel mee. Ja. Je schrijft gewoon een factuur aan zijn bedrijf en dan zegt hij bedrijfsfeestje. Dat is niet zo ingewikkeld. Nee. Geen naambordje. Zie je wat binnen? Het is alleen een oude fiets voor de deur. Ik zie een bakmat waar niemand in zit. We kunnen het wel proberen. Oké. Entrepreneur en musician. Ja, nou, als meneer nergens te vinden is, kunnen we het net zo goed even telefonisch proberen. En na herhaaldelijk bellen met een paar verschillende nummers, neemt Erwin opeens op. En dat werd een, nou hoe zullen we het zeggen, interessant gesprek. Dag Erwin, je spreekt met Tim Hofman van BNN Vara. Ik heb hier een jonge man naast mij staan, Freek, en die krijgt nog een paar honderd euro van jou voor een sessie op Koningsdag. Nou, als je het niet erg vindt, ik zit in de auto en dan bel ik later wel even over terug. Maar we kunnen dat toch nu bespreken? Nee, dat gaat me nu niet lukken, dus ik bel wel even over terug. Oh, waarom? Ik ben het er niet helemaal mee eens. Hoe kan je het er niet mee eens zijn? Ik snap het niet meer. Hoe kan je het hier nou niet mee eens zijn? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, en dat doet hij niet. Nou, Erwin belt niet terug en dus bellen we hem met weer een ander nummer. Goedendag, dit is de voice. Goedendag. Dit is de... Hallo, met Tim. Ja, ik word nu altijd gebeld door dit nummer. Ja, hallo. Hey Erwin, het is een beetje raar dat je zegt dat het niet klopt, omdat ik gewoon bericht heb waarin jij zegt dat geld gewoon overgemaakt gaat worden. Het duurt alleen al een half jaar. Ja, nou ja, ik ben niet helemaal mee eens dat iemand anders zich daarmee bemoeit. Nou ja, kijk, deze in incasso op afgestuurd. Je hebt allerlei smoesjes verteld. Ik heb dat hier gewoon voor me. De jongen heeft geld uitgegeven. Dus het lijkt me verstandig dat er 986 euro en 30 cent overgemaakt wordt naar hem vandaag. Ja, nou, ik heb al gezegd tegen Freek dat ik dat met hem oplos. Dus dat ga ik ook doen. En waarom is dat nog niet opgelost? Nou, dat is iets tussen hem en mij. Wat ik, ja, nou, hij heeft een service geleverd. Twee weken daarna zou jij betalen. Je hebt de helft overgemaakt. Toen heeft hij een incasso in moeten schakelen en allerhande kosten gemaakt. Ik vind dat je hele goede dingen doet, maar soms weet je gewoon niet helemaal precies hoe dingen in elkaar steken. Nou, leg het me dan even uit. Leg het me dan uit. Leg het me nu uit. Heb je helemaal geen zin? Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Jawel. Om iemand anders uit te leggen. Waarom niet? Nee, waarom niet? Ik bemoei me ook niet met jouw zaken. Dat mag altijd, maar ik heb ook niet iemand genaaid voor 1000 euro, dus... Ik heb helemaal niemand genaaid. Maar je hebt toch niet betaald, Erwin? Jij maakt een prijsafspraak. Ja. Jij betaalt de helft. Die andere helft betaal je niet. Hij moet daar een incassobureau op zetten. Maakt kosten. Ja, maar dat is onnodig wat mij betreft. Dus, ja, onnodig. Je hebt niet betaald. Ja, dat ligt iets heel anders in elkaar. Maar hoe zit dat dan? Want ik ken het verhaal dat de vrienden in het buitenland zouden zitten. Dat de factuur naar moest. Dat kon dan ook weer niet. Eindstand heeft hij dus zijn vrienden betaald. Staat hij in de min. Laat ik voor de helderheid zeggen. Dat als ik tegen hem helder heb dat ik het op een andere manier zie. En dat ik dat maar wel met hem oplos. Freek staat hier, Freek weet van niks. Freek staat hier, Freek weet van niks. Ik heb ook geen andere manier gehoord, Erwin. En ik vind het ook heel verspilde energie, omdat ik heb al lang gezegd dat ik het zou oplossen met hem, dat hij even geduld moet hebben. Maar waarom moet hij even geduld hebben? Leg me dat eens uit dan. Heb ik geen zin om uit te leggen. Ja, ik zou het wel doen, waarom niet?
Je hebt zijn geld. Ja, je mag het zo zien. Ik vind het prima dat jij hem helpt. Maar ik vind dit wel een beetje erg treurig. Maar het maakt niet uit. Maar waarom vind je dat treurig dan? Wat vind je er treurig aan? Maar als jij dingen niet in orde maakt, dan sta ik ook niet bij jou voor de deur om te vragen. Nou, als jij een half jaar lang geld van mij krijgt en ik heb het nog steeds niet betaald, dan kom alsjeblieft naar mijn fucking voordeur. Want dan krijg je je geld gewoon al, Erwin. Wat is dit nou voor bullshit? Maar, kijk, laten we zo zeggen. En dan hou ik erover op. Kijk, ik heb mijn nek uitgestoken om een flink budget bij elkaar te halen. Nou en, wat boeit dit? Nou, sorry hoor, maar wat boeit dit? Je laat die jongens een gig spelen. Je bent zelf ook muzikant, zie ik op je Facebook. Dan weet je, als je een gig speelt, krijg je betaald. Jij betaalt niet, punt. Wij vragen ons af, waar is dat geld, inclusief de kosten voor de incassobureaus die ingeschakeld moeten zijn omdat jij niet betaalt? Er staat 2 weken op de factuur, je hebt de helft betaald en voor de rest komen er leugens. Dus mijn vraag is, wanneer maak je dat geld dan over? Als jij zegt, ik heb het niet, dan heb je het niet, dan is dat het verhaal. Leugens, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Wanneer maak je dat geld over? Ik kan je al vertellen, Tim, dat is iets tussen mij en Freek. Oké, Freek? Echt dat? Hé, ja, Erwin, wanneer maak je dat geld over? Nou, dat heb ik je proberen te vertellen aan. Ja, maar ik heb het toch niet goed begrepen, dus kan je het nog 1 keer vertellen? Nee, niet aan de telefoon, niet op van... Ja, maar waar dan wel? Want ik kan je op geen manier bereiken, want je bent overal, heb je me geblokkeerd. Dus onze vraag is, Freek, kun je even betalen? Hij stuurt je straks al even een tikkie. Akkoord? Akkoord? Ik vind het al... Maakt niet uit wat je vindt. Akkoord, ja of nee? Akkoord? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, zo voelt hij zich dus ook als hij komt spelen en hij krijgt het niet betaald. Snap je dat? Maar kan je het niet betalen? Of? Nou, stel je voor dat het gevolgen zijn. Vind je dat normaal dat je deze weer aan de deur gaat zitten? Maar stel je voor dat het geval zou zijn, dan kan je dat toch ook communiceren? Volgens mij heb ik half uur met hem aan de telefoon gaan onlangs. Dus. Ja, omdat je een boot had gekocht. Had je niet een boot gekocht? Had je een boot gekocht? Een boot? Nou ja, daar had je het nog over. Dat je privé dingen heel duur waren. Dat je dure maanden achter de rug had. Want je had ook een boot gekocht, kon je niet van afzien. Een boot gekocht? Ja, dat zei je. Ja, gast, jouw woorden, niet die van mij. Ik vind jouw manier van communiceren. Is ook niet prettig, snap ik. Nou, wat zullen we nu afspreken? Dit praatje wel gehoord. 1. Jij maakt vanavond dat geld over. €986,30. Spreken we dat af? Ja, als ik iets afspreek, spreek ik dat af. Oké. Okay. Hi Erwin, zullen we afspreken dat jij vanavond dat bedrag afmaakt? Kun je me verstaan? €986,30. Maak je vanavond naar mij over. Zullen we dat afspreken, Erwin? Ik zal je wel een appje sturen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je mag me gewoon geld sturen. Ja, is goed, Freek. Maar ik vind het niet leuk hoe dit gaat. Nee, ik vind het ook echt niet leuk, man. Maar daar is het laatste nog niet over gezegd. Oké. Okay. Dat zal ik nog een keer met je bespreken. Ja, je mag ons altijd mailen. Ja. Want soms heb je gewoon met iemand te maken en is het een beetje raar als je daar een heel programma voorbij haalt. Ik had al een keer eerder een gesprek met je aan willen gaan. Over? Over een aantal dingen waar ik daar wel eens problemen mee had. Oké. Okay. Dus daarom is het apart maar dat zijn dan hele andere type ingewikkelde dingen. Zeg maar, je spreekt me nou toch? Zeg maar, waar had je problemen mee? Nee, maar ik bedoel... Jawel. Ga maar zeggen tegen mij. Dat zou ik nu niet zo snel mee doen. Nee, omdat ik dan ook dacht dat ik van iemand hulp zou willen zoeken. Maar dat is dan iets heel heftigs, zeg maar. En dit is een dispuut tussen twee jongens waarbij... Eigenlijk ben jij het slachtoffer hier. ...bereikbaar ben. Hey Erwin, laten we het zo doen. Vanavond staat het geld in rekening, €986,30. En anders zien we je binnenkort, toch? We komen je niet slaan, we komen niks doen. We willen alleen even weten, hoe zit het nou? Hoezo naar jij muzikant? Dat is namelijk precies wat je doet. Dan kan je allerlei semantische dingen bij bedenken. Nee, het zit toch anders. En als je dat zo zegt, vind ik het stom. Zal allemaal best. Wat wij weten is, je hebt muzikanten niet betaald. Kom met lulsmoesjes en je betaalt niet. Afgesproken dan? Jij mag het zo vinden. Oké. Okay. Ik ben gewoon heel erg druk. En dus ik weet dat die tijden snel voorbij gaan. Oké. Okay. En ik snap dat vanuit het oogpunt
van Freek, dat je zegt, ja, waarom duurt het allemaal zo lang? Dat snap ik. Daarom heb ik hem ook gebeld en heb ik hem later in appgezet. Nee. Ik heb jou zeg maar 40 keer geprobeerd te bellen, heb ik. Ik bedoel, ja, jij hebt mij helemaal niet gebeld. Dus ik had bullshit eruit. Dit is bullshit wat je nu doet. Anders zeg je, luister, ik heb geen geld. Ja, even wachten, Erwin. Even wachten. Anders zeg je, ik heb geen geld. Anders zeg je... We hebben toch een gesprek van nog geen 2 weken terug. En dan vind ik dat niet heel erg. Erwin, vanavond... Wacht. Wacht. En dan mag hij zelf vinden wat hij wil. Maar kijk, als hij daarna gelijk... Als een man gaat zitten... Jij bent het slachtoffer hier. Dingen lossen niet zo snel op, weet je. Dus... Maar wat is er dan aan de hand? Vertel ons dat dan even. Wat is er aan de hand? Misschien hebben we wel heel veel compassie voor jou. Maar waarom zou ik mijn privé dingen aan mensen, andere mensen gaan uitleggen? Omdat je nu mensen benadeelt met je handelen. Daarover communiceren en vind ik dat al meer dan genoeg. En dan zeg ik gewoon, heb een beetje vertrouwen. Ja, als hij dat niet heeft, ja, dat is een keuze. Dat boeit me gewoon niet. Nee, het is echt heel saai eigenlijk. Dat boeit me gewoon niet. Bedrag betaald per muzikant. Dat doet er op zich niet toe. Waar maakt het dan aan? Ik steek mijn nek uit in een fase, in een coronafase, juist omdat ik muzikanten ondersteun, dat ik zelf ook. Eigenlijk ben jij de held. Ik geef dus alleen maar aan dat ik daarom heb gezegd van nou, ik weet het eigenlijk waarom ik dan ook dat ik een stop even met ratelen. En je bent aan het ratelen. Erwin. Nee, dat was de vraag helemaal niet. We weten hoe het is gegaan. Waarom is dat geld er niet? Als je dat iemand hebt gebeld daarover en zegt van hé, Freek, komt in orde, leg hem uit. Erwin, stop even met praten. We gaan afronden. Erwin, stop even met praten. Anders ben ik genoodzaakt hier weg te drukken. Sorry. Ja, bedankt. Ja, sorry. Oh. Ik heb geen woord over hem verloren, toch? Het is ongelofelijk. Ja. Ik snap het niet, want volgens mij vindt hij zelf dus heel erg hij vindt dat hij het heel. Ja, hij kan ook gewoon zeggen, sorry, ik heb het geld niet, ik ben fucked. Ja. En dan zeg jij, ja, kut, ja, of niet kut. Wat wel een hele leuke oorkonde, zeg ik zelf. Ik vind hem fantastisch. Mag ik er vast een foto van maken? Ja, tuurlijk. Gaaf. Nu lijkt het net alsof het over mij gaat. Ja, maar iedereen kent jou toch? Iedereen weet toch dat jij gewoon een schatje bent? Geen pro-muzikant. Nee? Nee. Ik vind het wel heel leuk, ja. Ik denk dat het tijd is om hem een tikkie te sturen, toch? Ja, zou ik dat even doen? En dan nog even een berichtje erachteraan doen? Van vandaag graag betalen. Anders wordt knokken. Nooit geweld. Nee, dat is normaal. Nee. Sorry, man. We wilden hier een baan aanbieden omdat het zo goed ging, maar laat maar weer. Oké, dus, er is tikkie gestuurd? Ja. Even wachten dan, toch? Ja, ik heb er achteraan gestuurd. Hier heb je tickets voor het openstaande bedrag. Ik zie het graag vanavond op mijn rekening staan. Anders ben ik genoodzaakt om vervolgstappen te zetten. Hij is wel online. Okay. In de auto. Onverantwoordelijk. Dat mag dus niet. Nee. Dat kan niet, hè? Er zijn 2 scenario's. Ja. 1. Hij betaalt vanavond een tikkie. €986,30. Ja. Dan is onze missie geslaagd. Dan zeg ik gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. Jammer dat het zo moest, maar ook gelacht vandaag. Zeker. Toch een leuke dag gehad. Ja, Erwin gesproken, hele gave gast. Ja. In dat geval zeggen wij... Tot volgende week. Leuk dat je keek. Weet ons vinden boosbeenenvara.nl. Ja. Toch? In het andere geval betaalt hij vanavond niet. En dan zie je ons zo meteen weer ergens staan. God, verdomme. Moeten we weer. Ja. Dus wij weten het ook nog niet. Of nu komt de laatste voice-over. Of nog een leuk bekgevecht. Spannend, hè? Spannend, wat gaat worden? Ik weet het eigenlijk ook niet. Wat denk jij? Zullen we wedden? Voor 986,30. Nee. Ik denk dat hij niet betaalt. Goed. Tot zo, tot volgende week. Goed. Erwin heeft de... Wacht. Voordat we klaar zijn. We waren bijna weg. Toch niet? We krijgen namelijk een appje van hem. En het is best wel een leuk appje. Ja. Zoals je ziet was deze app niet geblokkeerd. En ik ben gewoon bereikbaar. Ik vind deze wijze extreem naar aanleiding van ons gesprek telefonisch. Ik dacht dat wij goed waren. Ik hoop dat Tim mij ook zo helpt als het om een dispuut gaat. Vet. Hier staat... We waren toch vrienden, ik ben echt zielig. Ja. En dat is het. Wat erg. Check even of je tikkies betaald zijn. Nee, die zijn nog niet betaald, krijg ik een melding van. Nou, dan geldt het nog steeds. Tot zo, of tot volgende week. Spannend. Juist, dus Erwin. Ho. Hij sms't mij ook nog. Oh. Ik had nog een paar keer gebeld. Ik reageer later, punt. Ben nu op locatie. Oh. Klinkt wel belangrijk. Klinkt heel vet op locatie. Hij staat gewoon ergens, dat wil ik niet zeggen. Jij bent ook op locatie. Ik ben hier nu. Ja. Dus ik reageer later even als ik daar ben. Ja. Oké. Tot... Volgende week. Of straks. Je weet het niet. Kijk wel even hoe het loopt.
Oké, goed. Na deze tekstberichtjes belde Erwin ons nog na de draaidag. En daar had hij wat opmerkelijke smoesjes. Dat zou zeggen, ik heb niet de energie om goed te kunnen verdienen. Zoals ik vroeger deed, zoals ik vroeger kon. En dat heeft te maken met een aantal dingen die er zijn gebeurd in mijn leven. En vertelde hij ons opeens eerlijk waarom het toch te veel geld was om in één keer te betalen. Kijk, bij mij is het even afhankelijk van wanneer ik facturen betaald krijg. Ja, dat verwacht ik. Dat is bij mij, kan het elke dag zijn. Als het nu een factuur van een bedrijf was geweest en dat het bedrijf had kunnen betalen, had dat al wellicht wel betaald kunnen worden. Nu moet ik het privé betalen. Ja, en dat begrepen we dan ook wel weer. En dus spraken we af in termijnen te betalen. 3 keer een derde van het bedrag. En wat wil? Erwin heeft de eerste termijn al netjes betaald. Lekker gewerkt, Erwin. Dat werkt beter dan allerhande lulverhalen en kutsmoesjes. Nou, ben je ook boos? Mail ons op boze@bnnvara.nl. En tot volgende week. Vrienden, luister, we gaan echt bijna naar de 900.000 abonnees. Leuk. Dus vond je deze video leuk of alle andere video's ooit die wij gemaakt hebben, klik even op abonneren. Als je nou denkt ik wil meer weten, ga naar onze Instagram, boosbnnvara. Druk even op like. Commenten. Commenten, heel graag. En dan zien we je hopelijk volgende week. Tot dan.